FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City. Karel, het hing al misschien al wat langer in de lucht, maar het is nu eindelijk rond. Waarom heb je de keuze voor Volendam gemaakt? Ja, uiteindelijk het gevoel is het belangrijkste waar je graag naartoe wil. En de gesprekken met de club en de trainer, die ik hartstikke goed ken. Dus dat heeft uiteindelijk de doorslag gegeven. Je bent pas 24 jaar, maar je hebt al ervaring in de Europa League, in de Champions League, in de Championship. Wat denk jij met jouw ervaring bij te kunnen dragen aan het team? Ja, misschien wel wat andere situaties meegemaakt dan andere jongens weer. Iedereen heeft verschillende carrières, dus je hoopt dat met z'n allen bij elkaar te bundelen en dan zo goed mogelijk te doen. Dus op mijn manier mijn steentje bijdragen. Jij hebt Wim Jonk natuurlijk al heel wat eerder meegemaakt in jouw carrière. Wat voor rol heeft hij gespeeld binnen deze transfer? Ja, een hele grote rol voor mij om hier naartoe te komen. Ik weet wat ik aan hem heb. Hij weet wat hij aan mij heeft. Ik heb het gevoel dat ik hier heel goed kan ontwikkelen, beter kan worden en vooral ook het team en de club helpen. Dus ja, zo eigenlijk. Jullie zullen ongetwijfeld daar al eerder gesprekken over hebben gehad. Hoe gingen die gesprekken? Heel goed. We hebben altijd contact gehouden. Niet alleen met Wim, maar ook met Jasper en met Ruben van Volendam hier. Hoe het ging, ook toen ze begonnen hieraan. Dus ik kende ze heel goed. En eigenlijk hebben we daarop voortgeborduurd. Ook een plan gemaakt van wat wil ik, waar kan ik het team mee helpen, waar kan ik mezelf mee helpen. En ja, op die manier hebben we daarover gesproken. Je hebt net de eerste training al achter de rug gelijk. Hoe staat het met je fitheid? Ja, heel goed. Ja, topfit en klaar om te beginnen. Dus fijn dat ik gewoon meteen kan aansluiten en kan beginnen. En wat zijn dan de doelstellingen voor het aankomende seizoen op persoonlijk gebied? Ja, zo goed mogelijk spelen. Het lijkt me logisch. Zoveel mogelijk wedstrijden spelen. Dat is allemaal, dat zijn natuurlijk wel inkoppertjes. Maar ook het team helpen, de club helpen. Niet alleen op de wedstrijden, maar ook op de trainingen. Om proberen daarin het verschil te maken. En alles allerlaatste, waar kijk je nou het allermeeste naar uit in het aankomende seizoen? Ik denk vooral de wedstrijden eigenlijk. Het spelen van de wedstrijden, het spelen hier. Volgens mij gaat het aardig vol zitten. Ik heb het al vol meegemaakt hier, dus dat is sowieso fantastisch. En ik hoop dat we heel veel mooie wedstrijden gaan spelen.